Wij zitten op de eerste rang, jongens. We gaan elke dag knallen. Maar daar hou ik van. Ik ben er helemaal klaar mee. Kinderen hebben echt haar bijna tot op hun knieën. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag. Ik ben niet helemaal 100% fit, maar dat mag de pret niet drukken. Er wordt op dit moment bij ons in de tuin door mijn broertje en mijn vader en mijn lieftallige man, maar die staat met mijn Daantje op de arm, wordt er gesnoeid. We hebben heel veel oude coniferen achterin, die gaan allemaal weg. Dus de eerste ligt al op. Wij zitten op de eerste rang, jongens. En wat het is, kan precies alles goed zien. Een hele goede morgen. Zag je die twee schatjes net liggen? Zo zoet. Tim die was wakker geworden vanochtend al heel vroeg. En ik moet nu werken, dus ik zei tegen Danny, anders ga alvast met hem naar beneden. Kan ik nog even een uurtje slapen? En dat is gelukt. Nu even haasten naar het werk en dan mag ik nog even een ochtendje aan de stoel staan. Het werk zit er weer op en ik ben opgehaald door mijn lieve mannen. We gaan even ergens lekker een hapje lunchen. Ik zat bomvol en ik had allerlei verschillende afspraken en allemaal op huidverbetering. En blijer kan je me niet maken dan dat. Zeg maar goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Oh, mama maakt nog meer flapoor van jouw oor. Het is vandaag maandag. En de kindjes die zijn bijna klaar voor school. En dan, hallo, ga ik naar de zaak, want we hebben een werkoverleg. En gaan we even knallen. We gaan elke dag knallen, maar daar hou ik van. Lekker weer thuis. Was een heel fijne overleg, moet ik zeggen. Ik wou zeggen een hele fijne vergadering. Even lekker in de tuin mijn salade eten. En dan ga ik, terwijl ik mijn salade eet, even een to-do-listje maken wat er verder allemaal nog moet gebeuren vandaag. En dan nog even knallen achter mijn laptop. Dan is het alweer de maandag voorbij. Zo vliegt de dag. Het is zo lekker buiten dat ik het gewoon zonde vind om binnen te gaan werken. Dus ik zit lekker buiten in de tuin. Goed voor de lijn dit. Kijk, daar loop ik dan met de lege kinderwagen. Het is 4:15 geweest. Ik ben onderweg om de jongetjes op te halen. Ik heb een heel lekker werkdagje gehad. Ik heb heel veel werk kunnen verzetten. En ik vond het mooi geweest. Meestal haal ik zo rond 5:15 op. Maar nu lekker een uurtje eerder. En we gaan ook lopend terug, dus dat neemt ook wat meer tijd in beslag. Maar dat mag wel met het heerlijke weer. Kijk eens welke belhamels ik heb gevonden. Daar gaat op het muurtje lopen. Dat kan die heel goed. En dan gebeurt dus dit. Die is niet te houden. Die rent de hele weg naar huis. En dan denk je na zo'n dag op van, die is back af. Nou, dat valt dus tegen. Hey, ben je niet moe? Nee? Moet hij mee naar huis? Wauw. En gaan. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag, mijn vrije dag. Op de achtergrond hebben we lekker muziekje en twee hele gezellig spelende jongetjes. Ik zat dus even naar mijn huidje te kijken. Ik ben natuurlijk vorige week gepield en de week daarvoor geniddeld. Maar afgezien van die hele rode ogen en dat het best wel wit is, ziet het er echt wel heel mooi uit. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb een mooi klusje vandaag op mijn vrije dag, namelijk de was. Dat is niet alleen deze was, dat is ook deze was, dat is die was en dat is die was. Dus ga maar die. Maar goed, ik heb een hekel eraan en dan laat ik het liggen en dan heb je op een gegeven moment achterstand. Dus even lekker aan de slag dan maar. Ik heb even pauze genomen van het was opvouwen om dit te bouwen met Daan. Vind je het leuk, lieverd? Heb je een trein? Geweldig jongens, ik vind dit zo tof en iedere keer kan jullie wat anders bouwen. Hij heeft er zoveel lol aan. En daar staat een potje, want meneer heeft geen luier om. Dus even kijken hoe dat gaat. Oké, wij hebben, althans Daan heeft op zijn verjaardag een picknick set gekregen. En die ga ik nu even in elkaar zetten, althans dat ga ik proberen, samen met Daan. Thank you.
Goedemorgen, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Het is voor mij een dagje aan de salon, as usual. Ik ben lekker mijn ontbijtje aan het maken, maar ik wil je nog heel even stiekem door het raam. De poes zit er nu op. Laten zien het picknicktafeltje die ik gisteren in elkaar heb gezet. En Daan heeft direct gisteravond een hele poos aan gespeeld. Dus dat is een groot succes. Ik ben even mijn yoghurtje aan het klaarmaken. En dan gaan we zo die kant op. Wat een dag, wat een dag. Superleuk, maar wel mega druk. Ik stond van vanochtend 9 tot vanmiddag 6 stampend vol ingepland. Nu even lekker koken. Vissticks met aardappels en hoe heet het spul ook alweer, courgette. En dan met de beentjes omhoog. Goedemorgen lieve mensen. Het is vandaag donderdag. En het was net stipt 12 uur. Dat betekent dat ik zo meteen Timmetje ga voeden. En dat betekent ook dat ik nog maar net gedoucht heb. En ik ga je één ding zeggen. Het is klaar. Ik ben er helemaal klaar mee. En met het volgende. Ik loop een trap op en ben buiten adem. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Ik zorg gewoon heel slecht voor mezelf. Ik drink veel te weinig. Ik eet veel te veel ongezonde dingen. En te weinig gezonde dingen. Want ik ben namelijk wel van mening, als je de hele dag je helemaal chockvol gooit met allerlei gezonde dingen. Je hebt s'avonds nog zin in wat lekkers. Moet dat gewoon kunnen. Maar de basis moet wel gezond zijn. En ik voel me daardoor gewoon niet fit. Ik kom mijn bed niet lekker uit. Ik heb nergens zin in. Alles kost me moeite. Ik lig s'avonds op de bank lig ik te pitten. Terwijl we samen een filmpje aan het kijken zijn. Dus ook niet leuk voor Danny. En ik ben er klaar mee. Ik heb gewoon geen zin meer hierin. Dus dat betekent dat ik me net lekker heb gedoucht. Ik heb een beetje spraytan opgedaan op mijn gezicht. Ik heb lopen prutsen aan mijn kin. Dat had ik niet moeten doen. Maar dat trek ik zo wel bij. Een gezellig jurkje aan. En ik ga mezelf nu opmaken. En dan ga ik gewoon heel leuk en knap mijn kind voeden. Dat slaat natuurlijk nergens op, maar ja, dat voelt me in ieder geval ietsje beter. En wat je ook niet moet vergeten, ik geef natuurlijk nog borstvoeding en ik heb last van hooikoorts. Dat zijn ook echt energieslurpers. Dus des te belangrijker is het om gewoon goed voor mezelf te zorgen. Dus daar gaan we gewoon vanaf nu mee starten, want ik ben er klaar mee. Kijk eens even. Lekkere salade, verse jus erbij. Tijdschriftje. Even lekker lunchen. Nou, vrouw Holle heeft weer wat werk verzet. Nu gaan we op de fiets naar het werk, want ik heb nog één klant. Die heb ik verplaatst van volgende week naar nu. Nee, ze heeft zichzelf verplaatst, maar dat kon wel. En dan ga ik de kindjes alweer ophalen. Ik weet niet of je mijn ogen kan zien. Ik heb zo'n last van hooikoorts. Echt vreselijk. Maar goed, ik heb wel een pufje ervoor, maar die doet het niet optimaal. Anders was het nog veel erger geweest. Mijn gezonde eten gaat semi goed. Ik heb heel gezond gegeten en heel gezond gedronken. Maar ik heb wel een paar plakken notenkoek net gehad, omdat ik gewoon echt zin had in wat zoets. Nou is notenkoek niet het allerslechtste wat je kan nemen. Maar ook zeker niet het allerbeste. Ik ga rennen. Ik zie je zo. Hoe was het vandaag op school, lieverd? Wie was er op school? Welke juffen? Keerte en Ede. Leuk. En heb je ook een lekker broodje gegeten tussen de middag? Nee, boven. Boven? Ja. En wat was er boven dan? Boven was er broodje. Boven was een eitje. Heb je een eitje gegeten? Ja. En nog een eitje. Twee eitjes? Wauw, lekker. Ik zit op tafel. Ja, is dat de bedoeling? Ja. Nee, niet echt. Wil je alsjeblieft even op je plekje gaan zitten gaan eten? Anders moet mama boos worden op jou en dat wil mama liever niet. Mama vindt jou lief. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik zit in de auto, ja dat kan je wel zien. Met de kinderen achterin, want we gaan naar de kapper. En die kinderen hebben echt haar bijna tot op hun knieën. Dus dat gaan we even weer netjes laten knippen. Kijk eens even wat voor knappe man ik heb. Ja, dat ben je mooi. En Daan, die heeft zelfs een strikje uitgezocht. Heb jij strikjes gehad? Ja, mooi hoor, ben jij. Heel mooi. Wij zijn weer terug van ons kappersavontuur.
Met twee kindjes die op hun paasbest zijn. Hè? Ik ga de vlog afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je hem leuk. Zo ja, doe een duimpje omhoog. En ik zie je heel graag volgende week weer voor een nieuwe vlog. Voor nu hele fijne paasdagen en tot volgende week. Doei doei!